Vlucht MH17 is neergeschoten door een bukraket uit de 9M38-serie. Dat kunnen we met zekerheid stellen, mede dankzij de resultaten van forensisch onderzoek. Dit onderzoek is verricht door een team van forensische experts uit de verschillende landen die deelnemen in het Joint Investigation Team. In Oekraïne zijn zowel wrakdelen van het vliegtuig als mogelijke delen van een wapen verzameld. Deze items zijn in vrachtwagens en containers vervoerd naar gilse rijen. Daar is onderzocht of er daadwerkelijk onderdelen van een wapen tussen zaten. Ook in de wrakdelen van het vliegtuig is gezocht naar delen die afkomstig zouden kunnen zijn van een wapen. In Hilversum zijn tevens de lichamen van slachtoffers onderzocht om te ontdekken of zich daar metaaldelen van een wapen in bevonden. Bij het onderzoek in gilzerijen zijn verschillende delen van een raket aangetroffen, zoals een Venturi en een Wing. Om na te gaan om welke raket het ging, is vergelijkingsmateriaal verzameld. De 9M38 serie omvat twee typen raketten die nagenoeg identiek zijn. Onderzoekers hebben verschillende bukraketten uit de 9M38 serie ontmanteld. Zo konden de aangetroffen delen worden vergeleken met delen uit de ontmantelde raketten en kon worden vastgesteld dat dit inderdaad onderdelen betreffen van een bukraket uit de 9M38 serie. Voor de bewijsvoering kan het onderzoeksteam zich niet uitsluitend baseren op losse onderdelen van het wapen die op de crashsite zijn aangetroffen. De crashsite was immers geen afgezette plaats delict, maar was een vrij toegankelijk gebied, behalve voor de onderzoekers van het JIT. Het team moest vaststellen of een oorzakelijk verband bestaat tussen de aangetroffen delen en het neerhalen van MH17. Hiervoor is het cruciaal te beschikken over bewijs waarvan vaststaat dat het niet voorafgaand aan de crash al op die site aanwezig was of na afloop van de crash op de site is achtergelaten door derden. Ook dergelijk bewijs is aangetroffen. We laten hier twee voorbeelden van zien. De springkop van de 9M38 bestaat uit een explosieve kern met een mantel van voorgevormde deeltjes die bij de explosie met grote kracht worden verspreid. Bij sectie op de lichamen van de cockpitbemanning zijn meerdere van deze deeltjes teruggevonden. Eén gevonden deeltje vertoont daarnaast sporen van glas aan de oppervlakte. Onderzoek bij het NFI heeft uitgewezen dat dit hetzelfde unieke type glas is dat wordt gebruikt voor de cockpitramen van een Boeing 777. Dit betekent dat het deeltje het vliegtuig van buitenaf heeft doorboord, dwars door het cockpitraam heen. Verder is in de sponning van een van de cockpitramen een metalen prop aangetroffen. Deze metalen prop blijkt een onderdeel van een raket van het type 9M38 te zijn. De vorm, dimensies en de vreesporen matchen exact met dit onderdeel uit de bukraket, die door het onderzoeksteam is ontmanteld. Doordat de prop vervrongen in de sponning is aangetroffen, is duidelijk dat deze er met grote kracht ingeschoten moet zijn. Mede op basis van deze resultaten van het forensisch onderzoek kunnen we overtuigend bewijzen dat de MH17 is neergeschoten door een bukraket uit de 9M38-serie.